Riders ready, watch the gate. En we gaan kijken wie hier die promotiekassa naar zich toe kan trekken. We zien een hele goede start daar zo aan de buitenkant. Aan de buitenkant was een goede start. Joel Barros, denk ik, dat hij daar als eerste man door die bocht kan komen. Prima gestart natuurlijk zo. En dan is het lekker als hij van buiten zo die eerste positie toch kan pakken. We zien Kjeld Grop, hij sluit aan op die tweede positie. Kort daarachter zien we de man Rick Ouwendorf voor de Flying Bikes. Die gaat er een poging wagen om binnen door in te halen. Lukt hem ook, schuift op naar die tweede plaats. Het is Barros die op kop zit. Een gat geslagen van een meter of vijf. Hij is weg en safe voor de overwinning. Joe Barros wint. Doet hij voor Rick Ouwendorf. Kijken naar die derde positie. Derde positie lijkt de handen te vallen van...